eyes. When I'm back up at the top, I wanna hear you say, ik voel deze outfit niet. Nee, nee, nee. Ga ik me weer omkleden? Ik denk het wel, ik word niet goed. Ugh. Menstruatie is a fucking bitch, man. Sometimes I can't being a woman, it's just... It's a lot, man. It's a fucking lot. Je vindt best stilstaan als man dat vrouwen hun kleding gewoon aanpassen op de tijd van de maand. Sorry, maar... Come on, people. Why is it so unfucking fair? Goedemorgen. Hoe bedacht het? Dinsdag? Echt mee. Gesteld het echt pijn. Maar dat even een negerende fase. Ik ga naar het kantoor. We moeten wat dingen voorbereiden. En om 1 uur heb ik een hele lange meeting over de Halloween-campagne met de Upside Down. Pittig dagje, maar wel leuk. It won't kill us all. Wat ik aan heb trouwens. Dit zijn loafers van de kringloop. Broek van de kringloop. Kapot geknipt. Deze top is van Topshop, geloof ik. De ketting is van She's a Lone Wolf. Oorbellen zijn fucking oud. And that's it. Oh, ik heb een traanoog, man. Altijd. Mijn ogen zijn zo gevoelig. Dat is echt fucked. Ik heb deze outfit trouwens gewoon aangehouden. Want ik had nog minder zin om me weer om te kleden. Dus het is wat het is. Het wordt vandaag volgens mij ook vet warm weer. En dan ben ik weer helemaal in het zwart. Nou ja, het zal wel gewoon. No time to change. Outfit wise. Cause I've been down for so long. Feel like the hope is gone. But as I lift my hand. Comes all the feet so I can dance. I just wanna praise you. Ik wil dat deze wimper droog wordt. Wat een gekut! Kijk nou, ik krijg net een pakketje en ik ben helemaal amazed bij hoe leuk dit inpakpapier is. Oh my god. Ik wil dit ook. Ik ga dit bewaren net zoals dat mijn oma vroeger altijd deed. Leuk om een totale beauty look mee te creëren. Oh my god, oké. Okay. Selfie ring light. Face for powder. Oké. Voor contour. Ik contour nooit mijn gezicht. Dus ik weet niet of ik dit ga gebruiken. Ik vind dat gewoon niet nodig. Voor de lips, I guess. Lip gloss en balm. Twee mooie kleurtjes, die ga ik proberen. Matte en blur powder. Waar is dat voor? Ik weet serieus niet waar dat voor is. But let's try. Nog eentje. Waar is dat voor? Vanilla. Is dat waar iedereen zijn gezicht soort van mee caked? Ik weet dat niet, ik gebruik dat niet. Contour stick. Oké, okay, so maybe I can try contour in a stick. Hoe weet je dan dat het de goede kleur is? Karamel en walnut. Oké, okay. Dan hebben we er nog eentje. Weer in een andere kleur. Honey. Dan hebben we nog een lip balm en gloss. Nou, wat leuk. Dank jullie wel, UPR. Heel lief. Gewoon een mooie klos. Ja, en het concept is in principe ook vet genoeg. Daarom. Ja. Dus dat moet ook wel lukken. Het zijn gewoon kleine dingetjes die daarin denk ik aangepast moeten worden. Dat het meer haar fantasieën zijn, haar crazy horror fantasies. Ja, hmm. Want dan voor die clip moeten er al kamers dan tijdelijk even worden omgetoverd ofzo. Ja, zeker. Ja. En dat is dus volgende week al. Ja. Besef. En ik weet wel dat, dat we de vorige keer eigenlijk ook hadden bedacht dat... Kijk, die kamers hoeven nog niet helemaal volledig af te zijn. Toen we die campagnevideo
gingen draaien die ik net liet zien, waren letterlijk nog maar twee kamers voor de helft af. En toch heb je zo'n video kunnen draaien. Dus het gaat ook een klein beetje om wat we dan specifiek willen filmen. Ja, precies. Maar daar moeten wel al acteurs voor zijn die dat gewoon willen doen. En de mogelijkheid moet er ook zijn dat we daar kunnen filmen. Dus het worden denk ik ook late draaidagen, pas wanneer het museum dicht is. Ja. Which is fine, want in principe is donker het beste hiervoor. Maar ik heb dus toch de call sheet gevonden. Wat vind jij van horror eigenlijk? Doodeng, ja. Oh my god. Oh. Hallo. Wat zijn jullie lekker in kleur? Een soort op elkaar afgestemd. Ja. Wie lang met elkaar is, gaat op elkaar lijken, hè? Zeggen ze. Nee. Ja, het is dus natuurlijk ook echt al best wel een tijdje echt dicht geweest. Maar nu is het weer full on open. Het is goed. Ik zag dat je me allemaal moest volgen. Ja, lieverd, je staat op de vlog. Hallo lieve. Wat goed joh. Hallo. Dus zo veel succes met Halloween en alles. Ja, dat gaan we dus nu bespreken. Hallo. Hallo. Hallo, hallo. Het is wel goed. Leuk dat je hier bent. Echt hè? Het is echt een tijdje geleden dat ik hier ben geweest. Ja. Staat deze kleur jou mooi, liefie? Je bent helemaal in doorgecombineerd. Ja. Hij moet door. Oh nou, liefie. Oh ja, drankjes. Ik ook voor een gingerbeertje. Wat is dan de gingerbeer? Nou, lieve. Een bako. Heb je al cocktails? Een Darker Stormy? Jazeker. Dat moet met gemberbier. Want ik heb vodka. Nee. Het is echt. Het is echt. Oh, wel echt een mooie kamer hoor. Me. Oh my god. Oh. Why is this me? Hoe komt het nou ineens vandaan? Dit? Ik vond het een vastmedaille aan. Lady Desiree. De bovenkant was geen. Was niet. Het is schattig. Maar dit is dus. Dit is dus gewoon een normale privézit. Dat is best wel laag. Dit is dus een normale privéjet. Het is best wel laag. Maar het is wel echt een kleintje ook hoor. Ja. Kan ik alsnog nooit mijn hele leven betalen. Maar nee. Anyways. Hierover na gaan denken hoe we dat gaan transformeren tot een horrorparadijs. Oh, wat cute. Twee met de pletten. Nee, is dat een leuke locatie geweest voor gossip? Ik dacht het wel leuk, toch? In zo'n huisje. Ja. Zitten. Ja, wat voel jij meer? Bohemian? Een bohemian vibe? Oké. Okay. Here we go. Het is gewoon warm hier hoor. Even acclimatiseren weer, liefie. Als ik iets uit kon doen, had ik het gedaan. Ja. Waarom dit idee voor mij is ontstaan, is omdat ik weet dat zij een mega horrorfreak is. Dus dacht ik, dat is een mega slim, handig haakje om dat in te zetten voor Halloween. Waarbij dus de verschillende kamers allemaal vakjes in die horror mind moeten laten zien. Ja, communiceer dat we eigenlijk misschien wel. Voor de edit is dat misschien toch wel fijn. Van elke ruimte gewoon een. Ook al is het deze. Dat daar een shot is gemaakt. Ja. Dat ik daar gewoon mee kan spelen in de edit. Omdat dat toch wel handig is. Dat was eigenlijk het idee. We moeten het museum laten zien. Anders denken mensen misschien dat het ergens random in het bos is. Maar nee. Het is gewoon in de experience. Dus die link moet gemaakt worden. Over. Misschien moeten wij dat beslissen. Dat we dat niet doen. Zodat we dus juist die link maken naar dat de Army of Horror het overneemt. Dus dat er misschien ook wel een mannenstem is. Ja, dat andere voice-over. Ja, dat het ook echt anders wordt.
kan dan wel gewoon nog dezelfde tekst. Of tenminste, moet een beetje misschien getweaked worden. Ja. Maar wel met dezelfde insteek. Liefie, zou jij voor mij op willen schrijven dat ik wil dit namelijk gewoon even herschrijven. Oh, ja. Dat Romy moet voice-over tekst herschrijven. Dan weet ik dat dat gewoon bij... mag ook in je boekje hoor, wat jij het fijnst vindt. Ja. En om dat ik dat weet om te doen. Ons leven allemaal makkelijker te maken, zou mijn voorkeur gaan naar Nederlands en Engels eigenlijk. Nederlands ook? Ja, denk ik wel. En het heeft meer te maken vanuit een marketing oogpunt dat het grootste doelgroep toch nog steeds Nederland is. Ja, dat is dan toch goed? Dat is, ja. Alleen ik weet dat dit soort teksten moeilijker is. Ja. In het Nederlands. Nou, kom ik wel uit. Kom ik wel uit. Ja, we kunnen wel even door het hele storyboard. Ik weet niet wat jullie fijn vinden. Ja, maar diezelfde kunnen we toch gewoon gebruiken weer. Ja, en dan de vraag is, willen we die bedrukken? Dat wel, ja. Ja, maar het kan ook natuurlijk, daar kunnen we ook wel experimentjes mee doen. We zouden dat ook kunnen spuiten, hè, met schabloons of zo. Misschien dat dat nog wel meer erbij past dan. Ja. Dus eigenlijk is het misschien nog een keer langs de verkleedwinkels. Ja. Deze dingen, om gewoon toch wel even te kopen, even voelen, aantrekken. Hoe zijn ze nou? Ja. Maar voor de video ook in het museum? Als jullie dat willen. Kan wel. Toch? Gewoon waar normaal Anna's video is. Ja. En uiteindelijk moeten hier dan social posts uitkomen. Dat kan heel goed. En dan zal ik de commerciële call to action teksten aanleveren. Ja. Oké. Ik vind het wel. Hupsa. Change of scenery. Op de vlog. In stilstand. Ik film en... stil. Ik heb nog geen... Sunshine. Nou, toch nog een keer Strand Zuid meegepakt, hè? Het is september, maar goed. De kerstspullen staan al in de winkel. Ja. Ik zet mijn kerstboom zo op, hoor. Er was net een man die tegen me zei... Wat heb je mooie curves. En die was heel vriendelijk en die was aan mijn lachen en die zei ook, dat mag toch gezegd worden. Dat is nou, dat was gewoon een goed compliment in plaats van, weet ik veel, me naroepen of dat soort shit. Dit was gewoon een oprecht compliment en dat is wel echt, I appreciate it, thank you. Kijk eens deze pareltjes, daar komen ze weer. Daar zijn ze weer. Oh ja, loop casual uit beeld, heel nice. Ik ben net terug en het is 9:30 van deze hele lange Halloween meeting met de Upside Down. Maar het was echt een hele goede meeting. Vanuit de Disruptor Island ga ik de videocampagne doen voor Halloween. Waar ik echt heel erg blij mee ben, want dat is dus een van de eerste grote campagnes die ik vanuit de creative studio van de Disruptor Island kan gaan doen. Dus eigenlijk hoe je het moet zien is dat heel veel mensen nu misschien de Disruptor Island vooral kennen vanwege de academy. Dus de workshops en de cursussen en de sessies.
Maar we zijn nog veel meer dan dat. We zijn namelijk ook een creatieve studio waarvan uit we dus verschillende producties doen. Verschillende, eigenlijk voornamelijk de creative direction voor verschillende opdrachtgevers en klanten en mensen. Dus ik ben heel blij dat we dit gaan doen. En we gaan dus al volgende week vrijdag filmen. Dus it's pretty intense. But we can make it work. I can make it work always. So it will be fine. It will be great. It will be amazing. Plus ik vond het gewoon heel erg fijn om met Andy en Simone te zijn. Omdat ze me ook nieuwe inzichten hebben gegeven over mijn reis. Over persoonlijke dingen die ik misschien qua werk nog meer kan doen. Dus het heeft me gewoon heel veel gegeven. En vooral ook heel veel goede nieuwe energie om gewoon weer door te gaan in plaats van me erbij neer te leggen dat het misschien niet gaat hoe ik wil dat het gaat met me. Wat ook echt vet leuk is, is dat ik met mijn ouders heb besloten dat we dus elke zondag gaan tennissen. Dus ik kijk nu al uit naar komende zondag, omdat we dan weer gaan tennissen. I love it. Morgen heb ik een cursus How to Get Creative. En komt Merel langs, dus voor de sjaaltjes heb ik ook heel erg veel zin in. Dus dit was hem voor vandaag. Het was een intense dag, maar een goede dag. Heel veel buiten geweest. It was a pretty beautiful day. Wat betreft de zon, geniet daar nog eventjes van. Lieverds, want het is ineens zomer in september. Like, global warming. Is that you knocking on our door? Dankjewel voor vandaag. Universe, dankjewel dat het vandaag er was. Dankjewel dat ik de dingen heb kunnen doen die ik heb gedaan. Dankjewel voor deze energie. Dankjewel voor vandaag en dank jullie wel voor het kijken en ik zie jullie morgen weer.